Hoi nou. Er komt hier een kapitein langs, man. Oh, die heb ik niet gezien. Er staat hier een kapitein. Hoezo? Ga staan. Hier is een kapitein voor jouw neus. 1 ster is een 2e luitenant, 2 sterren is een 1e luitenant, 3 sterren is een... Dat is een hele goede koelkast. Ik hou niet van grapjes, soldaat. Nou, ik vond hem zelf wel aardig. Jij praat alleen als je wat gevraagd wordt. 3 sterren is een kapitein, dus hier staat een... Ja, dat zeg ik niet, dat zeg ik niet. Dat kost me gelijk 6 dagen aan, hè. Je mag eigenlijk niet... Jij moet antwoorden zoals het behoort. En ga eens een beetje fatsoenlijk in de houding staan, want dit slaat nergens op. Gewoon in de houding, model. Toen sta ik al jaren. Ga netjes benen naast elkaar, hè? Die waren altijd wel naast elkaar. En wat moet die slang daar bungelen? Scheen gezicht. Hakken tegen elkaar. Benen recht. Buik in. Borst vooruit. Kom op. Moet het allemaal tegelijk of ga dat even misschien? Spreek er niet steeds tussendoor. In de houding rechtop en luister naar mijn commando. Presenteer. Wie? Nog gebeurt er nog wat? Zou je dat even kunnen herhalen misschien? Luister dan. Rechtop. Gaat hij weer. Presenteer. Wie? Wat doe je nou, man? Ja, ik kan zelf ook imiteren. Wat wordt er geïmiteerd? Ik deed een hond na. Hond. Dat vraag ik je niet. Stil en luister en voer mijn commando uit. Het is voor de laatste maal, hè. Presenteer geweer. Oh, zeg het. Ik heb er maar 1, dat is de enige. Even! Ik heb er maar 1! Ik heb er niet meer! Hoe ben je? Dan vraag er dan ook niet om. Wees niet zo brutaal. Rechtop. Wij vergeten even het geweer. Oh. Jij gooit met het wapen, man! Oh, dat ben ik al lang vergeten. Dat komt jouw duur te staan, vriend. Rechtop. Dan gaan we eens even leren groeten. Hallo, hoe is het met je? Zoals het een goed militair betaamt. Salueer. Huis? Salueer. Alain! Alain! Wil jij de rekening mee houden? Het is hier geen carnaval. Ah, kom, je gaat me toch niet vertellen dat die neus van jezelf is? Dit is je reinste insubordinatie. Dit komt jou duur te staan. Dat wordt een rapport. Ben ik overgegaan? Jij zult nog wel merken wat er gebeurt. Vertel mij eens even, wat is jouw naam? Zonder naam. Zonder naam. Heb je geen naam? Ja, maar mijn naam is zonder naam. Jij heet zonder naam. Ja, mijn moeder is zangeres. Zonder naam. Oh, u kent hem. Voornaam. Hè? Voornaam. Jibbertje. Hoe schreef je dat? Gewoon jebutje. Schreef je jebutje of jebetje? Nee, jebutje. Jebutje. Nummer. Hè? Nummer... Wacht, hoe is het? 126-19-10. 126-19-10. Algemene Bank Nederland. Misschien een overbodige vraag, maar heb jij een rang? Nee, ik heb wel een pepermuntje.
toch te gek, hè? Ik weet toch niet dat je niet van pepermuntjes houdt, dat weet ik. Stil! Meneer de Houding! Ik vraag mij af, wat deed jij in de burgermaatschappij? Ik zat op kantoor, zat ik. Hij zat op kantoor, ja, zeker om punten te slijpen en postzegels te likken, hè? Nee, daar hadden we een oude legerkapitein voor. Is het al uit in de Houding? Er klopt helemaal niets van je antwoorden niet en van je wapen ook niet. Want ik heb het wel gezien, vriend. Dat geweer was niet gepoetst. Oh, dat zijn ze zeker vergeten dan. Ik heb het afgevraagd. Ik zal jou één ding vertellen, soldaat zonder naam. Binnen 2 uur is jouw geweer keurig gepoetst, hè? Nou, als u het doen wil graag. Je schijnt het niet te begrijpen, vriend. Maar het is de zaak dat een militair iedere morgen zijn geweer controleert. En, kun je me volgen, goed nakijkt op veiligheid, betrouwbaarheid en... Wat sta je te lummelen? Je zegt tegen mij, kan je me volgen? U zegt, kun je me volgen? Nou, zeg maar jij. Nou! Ga staan! Ja. Je bent nog niet van mij af, vriend. Hè? Ik zal je bij deze mededelen, jij krijgt morgen een mars. Nou, ik heb liever een nuts. Vertel mij eens even, hoe lang ben jij in dienst? Ik zit nu 2 weken ben ik paraat. Ik vraag me af, wat doe jij in dienst? Ja, dat vraag ik mezelf ook. Dat begrijp ik ook van. En wil het meneer nogal bevallen in dienst? Nee, bevalt mij helemaal niet. Oh, niet? Bevalt mij helemaal niet. En waarom niet, als ik vraag mag? Nou, bijvoorbeeld gisteren zat er zand in het eten. Zand in het eten! Het is wel vreselijk, hè? Ja. Maar je moet er even goed rekening mee houden, vriend. Je bent hier niet in een hotel. Jij bent hier om te leren je land te verdedigen. Ja, maar niet om het op te vreten. Jij hoort hier meer van. Jij bent voorlopig nog niet van mij af. Ik hoop dat je verder weet wat je consignes zijn hier. Ik zeg dat je weet wat hier te doen staat. Oh, natuurlijk. Ik begrijp het even niet. Ja, natuurlijk. Is het duidelijk? Ja, ik ben ja. Jij weet wat je hier moet doen? Tuurlijk. Ik hoef dat niet na te vragen. Nee, maar. Oké. Dan reken ik erop dat alles goed gebeurt, ingerukt. Oké. Groeten thuis, hè.